En allemaal ontzettend hartelijk welkom bij Faalaat. Wat een bizarre toestand trouwens vanmiddag in het Laakkwartier, zegt Nina. Maar ik weet niet meer wat ik wel en niet kan zeggen, wie ik wel en niet mag beledigen, hoe ik het moet aanpakken als ik naar de afgelopen weken kijk in Nederland. En daarom is het vanavond, dames en heren, in Faalaat grote minderhedenavond. Jawel. Om te beginnen, een man die zo ongelooflijk populair is. Hij heeft met Maxima een coole handshake gedaan. Hij heeft op het podium gestaan met Marco Borsato. Hij staat continu op één als je niet uitkijkt. Hij is altijd op tv en dus vanavond ook eindelijk in Faalaat. Dames en heren, hij is succesvol, hij is jong, hij is Marokkaan, Ali B! Gast is ook jong, is ook succesvol. Heeft een hele wonderlijke carrière move gemaakt. Ooit van internet tycoon, heeft zijn bedrijf verkocht. Was filthy rich, is de DJ op 3FM. Is jong, succesvol en zit in een rolstoel. Dames en heren, Mark de Hond! En mijn derde gast is, hij is wereldberoemd inmiddels. Hij was in de 2002 nog volstrekt onbekend. Maar toen kwam hij samen met Jim en ja, hij is er nog steeds. Hij zat nu niet meer in de Efteling musical, maar zijn hele leven is een sprookje. Dames en heren, hij is jong, hij is succesvol en hij zit in een musical. Jamai! Jamai, Mark, Ali, gezellig. Minderhedenavond, altijd lastig. Ali, word je erg vaak gevraagd omdat je Marokkaan bent? In het begin ben ik heel vaak gevraagd, tenminste eigenlijk alleen maar omdat ik Marokkaan was. Later werd ik gevraagd alleen omdat ik een rapper was. Later werd ik gevraagd omdat ik alleen een rapper en Marokkaan was. En nu word ik gevraagd omdat ze me best wel leuk vinden. Omdat je Ali B bent. Ja. En Mark, word jij wel eens ergens gevraagd omdat je in een rolstoel zit? Ik ben wel vaak gevraagd, maar ik ben nu pas voor het eerst gekomen. Hij is voor het eerst. Ja, echt wel? Ja. Anders doe je het. Ik kan een hele vinger aan de pols en zo hadden kunnen doen, maar... Oh, God. Ja. Ja, het hele medische verhaal, dat, misschien hebben we het er straks nog wel even over. Aan jullie kom ik straks. Ik wil eerst even praten met Jamai. Volgende week première van Hello Dolly. Ja. Met Willeke Alberti in de rol van Barbara Streisand. Nee, ja, Dolly. Ja, Dolly. Ja, nee, eigenlijk, ja. Hè. Dolly, ja. En Jos Brink. Ja. En is dit de koers die jij nu op wilt, musicalster? Misschien wel. Ik weet nog niet. Even uitproberen, kijken of ik het leuk vind en dan zien we wel verder. Maar je hebt die Efteling musical gedaan, hoe was dat? Ja, was heel leuk. Was heel leuk. En daardoor doe ik ook dit weer dus vandaag. Maar ze waren op zoek ooit naar een idool, naar een popheld. Ja, nee, na Step Right Up hebben we geen hit meer gehad van je. Nee, het is helemaal open. Het is minderhedenavond in Faalaat. En Mark de Hond, jij zit in een rolstoel. Volgens mij zit jij in een rolstoel. Jij zit in een Meestal zit jij in een rolstoel, maar dat is niet altijd zo geweest. Nee. Jij werkt bij 3FM. Ik ken jou ook nog lopend, zeg maar. Maar ja. Er gebeurde, wat is het, anderhalf jaar geleden? Zoiets, ja. Iets langer. Ja. Wat is er gebeurd met je? Er zat iets in mijn rug wat ze weghalen. En dat moest toen snel gebeuren. En daarbij is iets fout gegaan. Dus toen heeft er van alles bekneld gezeten in mijn rug. En daardoor zijn allemaal zenuwen uitgevallen. En dat is nu zich heel erg langzaam aan het herstellen. Want je bent heel erg hard aan het trainen om te zorgen dat je... Ja, dus eerst kon ik helemaal niks. En nu kan ik kleine stukjes lopen, maar dat gaat nog heel moeizaam. En ja, ik blijf trainen om te kijken of ik dat beter kan krijgen. Ga je ooit weer lopen? Nou, ik loop nu al, maar het gaat nu nog heel moeizaam. Maar het moet steeds beter gaan worden. En dan hoop ik het ook weer echt in de praktijk te gaan gebruiken. Nu doe ik het vooral als trainingsvorm, loop ik stukjes. Maar ik wil het natuurlijk gewoon ook echt in huis en het liefst ook op straat. Doen. En wat zijn lastige dingen om tegen te komen? Lastige dingen? Nou, ik ben heel slecht in stoepjes. Ik ben echt heel onhandig. Bijvoorbeeld, ik ga wel eens bij mijn moeder, die heeft een hoge stoep voor de deur. En dan probeer ik hem in mijn eentje, dan kom ik uit de auto en dan probeer ik hem in mijn eentje te pakken. En dan gebeurt het soms dat ik in de half de stoep vast kom te staan. Shit. Dan moet ik mijn moeder even bellen of ze naar buiten komt. Ja, dan voel je net even lullig. Ja, je kan flink klem komen te zitten ermee. Dus gipaden, dat is echt... Dan moet je het licht toevallig heen. Ja, zal ik het gaan uitproberen. Ga je achter me aan, Ali? Ik achter, ja. Wat doorrijden. Wacht, als je eerst op de achterkant, anders kom ik al sowieso nooit langs. Hey, en hoe kijken mensen naar je als je in een rolstoel zit? Hoor. Is dat, heb je daar last van? En nou, Jamai, jij gaat ook achter ons aan. Jezus. We hebben gelijk lekker banden. Nou ja, mensen kijken. Maar hij is zo, joh. Zo, jij bent sterren. Het is op. Ik
Dit is ongeveer het moment dat je mijn moeder moet bellen. Hè? Dit is ongeveer het moment dat je mijn moeder moet bellen. Dan komt ze. Niks aan de hand, jongens. Niks aan de hand. Gaat heel... Heel... Camel Trophy. Nou, ik ben er klaar voor. Gewicht naar achteren. Gewicht naar achter en dan... Kom op nou! Ja, je moet wel met je handen. Ben gaan! Wacht even. Zo, ja? En dan? Ja? Ja, zal ik even laten zien hoe ik moet? Zal ik even laten zien? Zo doe je dat. Zal jij zo zien? Dat is Ali Schumacher, hè? God, kijk nou, hé! Achteraan. Wat is die kijk? Ja, ik kom er eens overheen, joh. Mimi, kijk eens, kijk eens. Heb je een tip? Wacht. Kun je... Ik zit helemaal scheef, joh. Oh, man. Nee, dat gaat heel goed. Kijk maar. Jawel. En zweet. En boodschappen. Nou, geen cornflakes, dat lust je niet, hè? Nee, ik muesli heb ik nodig. Ik heb muesli en papieren zakdoekjes. Maar die is overdatum, die wil je niet. Nee, ik heb echt muesli en papieren zakdoekjes. Ja, je moet het even met het winkelwagentje doen, hè? Je hebt natuurlijk veel dingen nodig. Ik kan gewoon zo... Pak eens even... en dan krijg je weer, nou ja, zo... Maar dat gaat toch niet lukken? Als ik nou echt moet... Pak even het winkelwagentje. Je moet eerst met het winkelwagentje. Dan moet je natuurlijk eerst door de winkel rijden, ook met het winkelwagentje. Rij je met een winkelwagentje? Mag niet met een mandje? Ik zit dat weer. Maar als je nou heel veel boodschappen moet doen, dan pak je twee mandjes. Oké. Ja? Oh ja. Dat is allemaal niet meer hoor. Oké, nou. Ja? Ja? Zo. Dit is meestal het moment dat mensen aan de vragen, kan ik wel helpen. Ja, maar als we nou allemaal van dit soort gasten op zit, ga ze niet. Heb je hier last van? Is dit al aan? Is hier het verkeer? Nee, maar niet te doen, man, dit. Ja, mijn advies is vooral, ga niet met drie rolstoelen tegelijk winkelen. Oké, dat is inderdaad onhandig. Jongens, even voeten weg, pas op. Je kan er zo in zitten. Ik heb wel een cool probleem. Ja! Nou, maar de muesli. Ik heb hem wel, ja. Bij de Lidl gaat het veel makkelijker. Er ligt altijd gewoon zo in dozen zo. Oh, dit is de reden dat ik niet meer bij Albert Heijn mag komen. Maar... Hoe doe jij dit dan? Want dit is weer de Ali B way. Ja, tot het derde plankje kom ik zelf. En die hoge dingen, die meneer, kunt u dat even aangeven? Dan moet je dus gaan vragen. Ja. Yeah. En vind je dat in het begin erg vervelend? Nee, het is... het is gewoon de truc om zoveel mogelijk zelf te doen. En als er echt iets is wat onmogelijk is, dan vraag je het even. Wat is het vervelend? Wat je wel eens hebt, wat je moet vragen aan mensen. Nou, wat ik heel vervelend vind, want als je ergens heen gaat waar je nog nooit geweest bent, moet je natuurlijk even checken of het gelijkvloers is. Uh-huh. Dus dan moet je altijd even bellen. En vaak kunnen mensen niet zo goed zelf inschatten of hun locatie rolstoel toegankelijk is. Dus dan zeggen ze dat gaat meestal wel goed. En dan kom je daar en dan. Ja, maar dan had je het even moeten vragen. Lekker, dankjewel. Dan doet bijvoorbeeld zo'n rolstoellift het niet. En dat hadden ze aan de telefoon ook wel even kunnen zeggen. Dus dan ben je er helemaal naartoe gegaan. En dan, kom je er dus niet kom je er voor niks. Ja, of je moet je echt laten tillen. Maar ja, je moet allemaal inschatten of iemand die dat gaat doen sterk genoeg is. Je kan dragen. Ja, of je dat niet verkeerd inschat. Want je zit natuurlijk ook soms bij mensen... Je wordt dus af en toe gedragen door mensen waarvan je denkt... Nou, dat doe ik dus eigenlijk niet. Nee, dat is wel heel lastig. Dragen. Wat zeg je? Nee, ga maar. Nee, dan word je met... Jij wil wel weer gedragen worden, dat trap op natuurlijk. Het zijn meestal brede mannen die het doen. Dus. Maar, nee, maar goed, het is meestal met rolstoel en al. Maar dat wil je in principe niet. Ja. Sorry. Ik dacht dat het jouw type was, maar... Was dat? Oh, ja. Jij? Bij 3FM? Nee, dat niet. Nou, voordat het één grote gezellige minderhedenbende wordt. Bij 3FM is jouw werkplek aangepast eigenlijk? Nou, we hebben een nieuwe studio gekregen. En hebben wij daarom die tafel die omhoog en naar beneden kwam? Nou, dat heb ik toen wel gevraagd toen de nieuwe studio gebouwd werd. Dus ik zet de tafel altijd even omlaag. En de parkeerplaats? Ja, die is een parkeerplaats ook voor me gemaakt. Dus dat is, dan kan je dus, ik rijd gewoon auto. Uh-huh. Dan moet ik er met de rolstoel uit. Maar ze hebben hem iets te smal gemaakt, de parkeerplaats. Nee, en ik sta er meestal ook. Nee, ik sta niet op de invalide parkeerplaats. Nee, maar je moet dus als je met de auto komt en je hebt de rolstoel, moet je dus zorgen dat de plek daarnaast dus ook een beetje ruim is. Want je wil er met de rolstoel uit en die moet je ook zelf even in elkaar zetten en zo. Maar bij 3FM staan daar bosjes. Dus dat is niet helemaal... Kijk, dat is handig gedaan. Ja. Jezus. Ali, ik denk, je bent echt ontzettend handig in die rolstoel. Maar ik denk toch dat je even wonderbaarlijk moet genezen.
Want er is één liedje van jouw plaat en dat vind ik het tofste liedje, Geweigerd. En die ga jij hier spelen vanavond. Ja, zeker. Met, samen met... Midjazz. Ja, Midjazz, dames en heren. Ali B en Midjazz. Farallat. Jullie zijn niet echt mijn publiek, maar ja, laten we het doen alsof. Kijk, ja, zo mag ik het zien. Mijn handen een beetje stoer. Yo, yo. Hey, even lekker slapen, hard voor hem geen zin. Dat was de reden waarom hij ook altijd buiten hing. Lekker chillen met zijn mattie, hij deed zijn ding. Hij ging niet naar de discotheek, want hij kwam er niet in. Even lekker slapen, hard voor hem geen zin. Dat was de reden waarom hij ook altijd buiten hing. Lekker chillen met zijn mattie, hij deed zijn ding. Hij ging niet naar de discotheek, want hij kwam er niet in. Check it, ik beschrijf. Mijn leven in zinnen. Ik heb twee auto's en wel zeven vriendinnen. Ik loop zelfs liedjes over vrede te zingen. Maar waarom kom ik toch die discotheken niet binnen? Dan zie je die portieren met die kogelvrije vesten en een serieuze blikken. Nee, je hoeft ze niet te testen. Ik ben een goede jongen, wil voor iedereen het beste. Maar toch ben ik de dupe omdat anderen het verpesten. Ik vraag mezelf af of ik eruit zie als een slechter. Ben gekomen om te dansen, niet gekomen om te vechten. Maar toch word ik geweigerd, ook al is het onrechtvaardig. Durf te wedden ze me konden, dan vond aardig. Even lekker slapen, hard voor hem geen zin. Dat was de reden waarom hij ook altijd buiten hing. Lekker chillen met zijn matties, hij deed zijn ding. Hij ging niet naar de discotheek, want hij kwam er niet in. Even lekker slapen, hard voor hem geen zin. Dat was de reden waarom hij ook altijd buiten hing. Lekker chillen met zijn matties.